oh no, there's less demand for work and more wealth. What are we going to do? I mean, it seems pretty obvious what to do. If our system can't fix that problem, it's not a very good system. Meer dan 20% van alle werknemers in de westerse wereld heeft het gevoel in een bullshitbaan te zitten. Werk dat aanvoelt als nutteloos. Werk dat ingaat tegen alles waar de werker zelf voor zegt te staan. Dat gevoel van niet te laat komen en doen waar je voor betaald wordt. Dat gevoel had ik nog, terwijl ik eigenlijk al niks meer te doen had. En het ook niet uitmaakte of ik kwam, als ik maar niet vervelend was. Ik had vaak al het gevoel alsof het een soort van het sprookje van de kleren van de keizer was. Dat op het moment dat je dan de enige was die zei van misschien heeft de keizer geen kleren aan, misschien kan dit project niet. Dat mensen je dan aangingen kijken alsof je gek was. Want je zei wel wat iedereen dacht, maar niemand toegaf. De bullshitbaan richt veel schade aan. Hij maakt mensen diep ongelukkig en is verantwoordelijk voor enorme verspilling in onze bedrijven. Verplicht naar een training met vage titels zoals persoonlijke kracht. Nou, als je erop terugkijkt, pure bullshit in echt optima forma. Dat ging helemaal nergens over. En dan ben je dus dagen weg van het kantoor. En het werk dat blijft liggen, maar het kon. I think people are coming around to the understanding that this system we have doesn't make any sense. This is not a system which is going to cause our children to be doing better than us. It's not a system which creates political stability. So we should have a different science to address that. So it strikes me that economics is really increasingly useless. Dit is Tegenlicht. Welkom in de wereld van het echte werk. Antropoloog David Graeber zette het fenomeen bullshit jobs op de kaart met zijn onderzoek naar onzinbanen. So, Mr. Graeber, are you a terrorist? No, I'm a theorist. Some people think it's more or less the same. I managed to figure out a way to use writing as my way of channeling rage. Are you still enraged? Yeah, I mean, who isn't? I mean, who has a soul who wouldn't be? Some of the stupidest and most obnoxious people in our society are treated as its paragons of virtue, and the most decent and caring people are regularly made to feel, not only made to do all the work, but made to feel that they're of no account and their lives and their feelings don't matter. I mean, it's a system of incredible violence that we live under. Werkers over de hele wereld herkennen zich in de theorieën van Graeber. Die betoogt dat de feodale managerscultuur de huidige werkvloer terroriseert en improductief maakt. We have this idea that the system we have is incredibly efficient. Capitalism is, its selling point is efficiency. People are willing to admit that it's kind of a grind, that it kind of makes people miserable a lot, that it creates inequalities, so forth and so on. Everybody's willing to admit to that, but that's okay because it's efficient. Yet we have this situation where 37% of all employees in the UK say if their job didn't exist, it wouldn't make any difference. That doesn't sound very efficient to me. It sounds like the selling point of the system isn't really true. And if you think about that, that we all end up basically torturing each other by forcing us to pretend to work, it's deeply perverse. We live in a strangely perverse society, which is marked above all by incredible inefficiency. Volgens de definitie van Graeber is een bullshit job een baan waarvan de werker zelf zegt dat het een onzinbaan is. De werker vindt zijn bezigheden voor een groot gedeelte nutteloos en overbodig. Het werk draagt niet bij aan een betere maatschappij of brengt de maatschappij zelf schade toe.
bovenin wordt ergens iets bedacht op basis van ja, onvolledige informatie. Maar het is ook logisch, want als je manager bent, dan kan je niet alles weten. En dat sijpelt dan naar beneden. En iedereen die moet mee blijven doen aan dat spel van een opdracht die eigenlijk niet goed is en niet helemaal realistisch is. En dan uiteindelijk komt natuurlijk de conclusie dat het niet helemaal gaat zoals het loopt. En daar wordt dus constant aan gewerkt om daar een soort van onzinverhalen over te vertellen waarom het dan niet gewerkt heeft. Terwijl eigenlijk heeft het niet gewerkt omdat het plan niet goed is. Dit is de stem van een ex-product manager van een multinational. Hij deelt zijn ervaringen in de corporate wereld met ons, maar om zijn carrière enigszins te beschermen wil hij niet in beeld. Dus iedereen zit op zijn eigen niveau, wordt hij een soort van gedwongen om toch maar te committeren aan iets wat eigenlijk niet kan. Met elke laag in het bedrijf stapelt dat zich op. Dus je hebt het horen van Pisa, van onzin, op elk niveau. Het is een soort van Kafkaeske situatie af en toe, gecombineerd met een Orwelliaanse newspeak. I think the terms of political economy we're using are basically out of date. The problem of how to deal with amazing productivity in the industrial sector, less demand for labor, greater wealth, but at the same time greater need for care and a need to manage that productivity in a way that doesn't destroy the planet, is a different problem than that what they had in the Victorian age. So we should have a different science to address that. So it strikes me that economics, as it in anything like the form it currently exists, is really increasingly useless. Nou ja, je kan ook je Picasa fotoboek gaan bijwerken op kantoor of mail schrijven aan je familie. Maar je moest natuurlijk wel je mail van het bedrijf openen en het liefst ook de website. Als er iemand achter je komt staan van, hey Emmy, ja, dat je dat altijd wel konden zien van, nou Emmy, die komt van het secretariaat en die is hier nu iets aan doen. Emmy Boering werkte als voorlichter en beleidsmedewerker voor een overleggroep van verschillende gemeentes, de K5. De landkaart van waar de 5 gemeentes op staan. Maar omdat de gemeentes in de K5 samengevoegd zouden worden tot 1 gemeente, was de overleggroep niet meer nodig. Dat is een procedure als iedereen meewerkt van ongeveer een half jaar. Denk zo, dat begon in 2007. En in 2009 was het nog niet gebeurd. En bestuurders, ja, die hebben natuurlijk op zo'n moment... Een burgemeester heeft een baan. Een wethouder heeft ook een baan. Ja, ze zullen echt niet allemaal nodig geweest zijn in de herplaatsing. Ja, misschien duurt het nog 2 jaar. En in die 2 jaar... moeten zij natuurlijk goed geprofileerd worden. En dan niet dat ik daar lachend zit met op de perstribune van... jongens, ik geef het nog een half jaar of zo. Terwijl ik dat natuurlijk heel graag wilde zeggen. Maar ja, helaas, zo was het niet. Emmy werd ingezet als PR-medewerker om lokale politici te promoten. Daar was ze niet voor aangenomen. Uiteindelijk raakte Emmy overspannen. De dingen die ik nodig vond, zeg maar, qua beleidsontwikkeling, die dan naar het management moesten, die verdwenen in een la. Dus ik had op een gegeven moment wel zoiets van, dan ging ik naar die baas toe en dan zei ik, ja, ik heb toen een stuk voorgedragen voor het bestuur. Wordt dat nog besproken? Hij zei, nou, je moet niet zo moeilijk doen. Het kwam er eigenlijk op neer van, ik moest toch wel blij zijn dat ik een bureau had waar ik achter kon zitten en waar ik dan een beetje kon typen. Ja, je bent toch overheidsdienaar, je werkt voor belastinggeld. Zou het toch voor de mensen, de burgers in die hele krimpende waard ook wel fijn zijn als ik een boodschap had. Maar die had ik niet. Niet echt. En dat was wel mijn werk. We all know civil servants are lazy, mm-hmm.
Government is inefficient, private is good, lean and mean. Well, right, this is the ideology. For some reason, we use the word bureaucracy only for government. Now, if you go into Apple and, you know, stand online for 15 minutes to finally see someone, and you say, look, my screen is broken, and he says, yes, your screen is broken, so can you fix it? He says, no, you have to make an appointment to see the guy to tell you your screen is broken. You know, somehow we don't say it's a bureaucratic runaround, even though, you know, if it was the government, but we'd definitely be saying that, right? All right, so it's increasingly difficult to tell the difference between public and private bureaucracies. The public bureaucracies have been made to act and look more and more like corporate ones, but the corporate ones have become fused into the government system as well. As we discovered after 2008, you know, too big to fail means you're effectively you're part of the government. Dus de magische gedachtegang dat de markt alles oplost en dit soort inefficiëntie in een marktpartij niet plaatsvindt, ja, daar geloof ik echt totaal niet in. Ik denk dat het echt een misvatting is, want juist intern, met budgetjes die aan het eind van het jaar op moeten, elk of bijna elk bedrijf is intern georganiseerd als een bureaucratie, als eigenlijk een overheid. Well, we think of capitalism as small or medium-sized firms employing maybe 20, 40, 50 people, maybe a few hundred, competing on the market. And you're not going to hire people you don't need, obviously. And I'm not denying that. The thing is that most profits nowadays are made by firms that don't in any way resemble that. If you're going to look at like delivery services, UPS, FedEx, all the DHL, you know, they're always tailorizing and downsizing and speeding up and, you know, creating greater and greater efficiency among the guys who are actually doing the delivery. Those guys are just lean and mean to death, whereas the guys who actually sit in the office managing it, you have 7-8 layers of middle managers who are doing basically nothing, just supervising each other. Een groot internationaal bedrijf lijkt veel meer op de overheid dan op het midden- en kleinbedrijf. Het zijn in feite corporate bureaucratieën. Je bent een groot bedrijf, je betaalt amper belasting en ja, bij heel veel markten is het ook heel moeilijk om er als een klein bedrijf tussen te komen. Dus uiteindelijk zijn je enige concurrenten andere enorm grote bedrijven die dezelfde malligheid aan de gang hebben. En ja, op een gegeven moment moet het dan wel heel erg slecht gaan voordat zo'n bedrijf kopje ondergaat. Want ja, anders dan ploet dat wat voort en dat status quo dat handhaaft zich. Executives, their relative prestige in the corporation is measured by how many people they have working under them. So there is no incentive to be efficient. Yeah, but how do you explain that? It's really complicated because they want to lay off people, lean and mean. They want to lay off people in the shop floor, but in the offices they want to hire more and more. Because they can say, I have, you know, 147 people working in my office in finance, and the guy in compliance says, well, I have 334 in compliance, and you know. So the blue-collar worker cannot be your entourage. They don't count. Yeah, exactly. It's like a feudal entourage, exactly what it's like. I call it managerial feudalism. I call it managerial feudalism because the big difference between this form of feudalism and the old form, well, you know, obviously, aside from it's somewhat less violent, which is good, but the bad part is at least under classical feudalism, people could manage their own work. It wasn't managerial. There was an assumption that only people who know how to make glass can tell people how to make glass. Whereas nowadays, it's only people who don't know how to do it who are in charge. You have layer on layer and layer of managers. And this has been, you can see it everywhere. It seems to have spread to every aspect of our society. Op een gegeven moment moesten we toch anders gaan werken om de productiviteit omhoog te krijgen. Het fascinerende daar was dat die discussie die werd eigenlijk met iedereen gevoerd,
behalve de IT-developer zelf. Dus je zit zo met 10 man zit je in de ruimte. En er wordt gediscussieerd over hoe eigenlijk er dus meer goede code uit de handjes van onze collega's kan komen. Zonder te vragen wat die mensen er zelf van vinden. En dan heb je dus eigenlijk het idee van we zitten hier eigenlijk alleen maar met opperhoofden. En er zijn geen indianen meer om daadwerkelijk de bizons te gaan vangen. One of the best bits of information I got was a testimony from a guy who is an efficiency expert at a series of banks. And he does all these elaborate research on how they could be more efficient. And he estimated that 80% of the people who work in most banks could be eliminated with no problem. He said they never adopted any of his suggestions, no matter how modest, because it would always mean some executive has less guys under him and that person objects. Content manager, senior social media manager, projectleider digitaal bouwen. Dan heb je nog community en content manager, redacteur nieuwe media, marketingcoördinator, webshopcoördinator. Dan heb je notabene communicatieadviseur nieuwe media. Dan heb je nog communicatieprofessional. Ik kom nou zelf ook bijna niet meer uit. Ja, je hebt er zoveel. Mehdi Horstmanshoff had veel functies. Een ervan was manager sociale media voor een groot internationaal bedrijf. De hoeveelheid onzin die hij daar tegenkwam, begon hem zo tegen te staan dat hij zijn baan opzegde. Hij liet zich omscholen tot frezer. Kijk, er moet gewoon grof geld worden verdiend, want dat is het hele doel. En dat wordt dan omgeven door allerlei geroeptoeten en eigenlijk lariekoek en weet ik veel, communicatie en PR. En dat wordt helemaal aangekleed. Dat is allemaal decorum. Je zegt net, het bedrijf verdient er goed aan, jij doet je werk goed. Dat is toch geen bullshit? Nou, de bullshit kwam erbij dat als het goed gaat, dan gaan de sluizen een beetje open. Is er de drang om te gaan uitbreiden, dan groeit die drang eigenlijk naar een waterhoofd. Er komen steeds meer overleggen als je niet uitkijkt. Er worden steeds meer dingen herhaald. Dat zijn tekenen van dus ook verveling en dus uiteindelijk ook leegte. En daarmee krijg je te maken. Als ik je goed begrijp, dan was er eigenlijk veel te veel geld om iets zinnigs mee te doen. Er werden uiteindelijk ook bijvoorbeeld consultants aangetrokken. Kijk, dat zijn dus bijvoorbeeld ook bullshitjobs, als we het dan daarover hebben. En ook coaches die werden erin gehuurd. Omdat het kon. En omdat het werd verzonnen. Wat moesten die consultants en coaches doen dan? Wat zou hun meerwaarde moeten zijn? Nou, in de kern genomen natuurlijk adviezen te geven waardoor het geld beter werd. Maar dat is, als je erop terugkijkt, was dat natuurlijk helemaal niet zo. Want dat waren natuurlijk weer vriendjes van bekenden van vriendjes. Want ja, dat is eigenlijk zoals het werkt. En dan worden de facturen met een vork geschreven. En zo werd er geld eigenlijk verbrand. Het werd zo in de plomp gegooid en dan zag je... Kijk, je had het beter dus in de sloot kunnen gooien, want dan had je nog kringen gezien. Maar nu is dat allemaal verdwenen in een zwart gat. Als je een nieuw project wil gaan doen en eigenlijk wil je dat het project 2 keer zoveel gaat doen voor de helft van de moeite, dan zeggen de meeste werknemers van je dat dat niet kan. Dan wordt er een ontzettend duur betaalde consultant ingehuurd. Eigenlijk hoe duurder, hoe beter. En die vertelt dan natuurlijk dat het wel kan. Wat is nou het grote voordeel als je dat doet? Op het moment dat je dan dat project gaat uitvoeren en het blijkt uiteindelijk niet te kunnen, wat dus iedereen voorspelt dat behalve die dure management consultant, dan kan je naar die management consultant wijzen en zeggen van nou, zelfs die management consultant, en oh, wat was die duur? Die wist het niet. Nou, en als die het al niet wist, ja, hoe had ik het dan kunnen weten? Bedrijfswinsten worden gebruikt om continu nieuwe afdelingen vol beleidsmedewerkers, managers en consultants uit de grond te stampen. Waarom wordt dat geld niet gebruikt om de werker op de werkvloer wat meer te betalen?
after World War II, there was something sometimes referred to as the Keynesian bargain. They said, all right, we are going to guarantee that if rises in productivity will be met by increases in wages. Productivity goes steadily up over the course of the 40s, 50s, 60s, and 70s, and wages go up at almost exactly the same pace. Then right around 74, 75, something happens. That bargain is broken. And productivity continues to go up. It goes up, if anything, even more sharply as they start going lean and mean, as the sort of corporate downsizing starts. But at the same time, wages stay flat or even sometimes slightly go down. Why don't the workers don't say, hey, come on, we have high productivity, we want a wage increase? Well, using what means? I mean, former left-wing parties like the Labour Party in the UK or the Democrats in the US, which had a working class base, increasingly made a conscious decision essentially to ditch the working class as their primary support and go for the support of the what might be called the professional managerial or the techno-managerial classes. Professionals, you know, doctors, lawyers, hospital administrators, bureaucrats, people like that became the core constituencies of left-wing parties. Why do you think the workers are increasingly voting right? Because they resent being ditched. You know, someone like Macron, or is a classic centrist. Represents the technical managerial classes, who are essentially in alliance with the financial classes, the Clintons, the Blairites, all of those guys. They're technocrats. They think everything is a solution that should be solved by experts. So they don't really believe in democracy at all. They think most people are stupid. And those classes are the ones which are represented as the reasonable left. But in fact, what they represent is a kind of a horrific fusion of bureaucracy and markets, a sort of worst of all possible worlds, which is nonetheless being foisted on us as the only alternative to fascism. The immediate political struggle is between the caring classes, as I called them, those people who are basically working class people who are actually involved in the hands-on business of taking care of other people, and the administrators who basically make their lives a living hell. There's an immediate conflict, and that's difficult to frame in political terms because often they're in the same unions, they're in the same political party. In theory, they're on the same side. Even though if I'm a nurse, the hospital administrator is probably my immediate enemy, it's almost impossible for me to organize against that person. And I've been talking to labor unions a little bit about this, like how do we reimagine what class struggle is actually like when caring labor is the thing that's really producing the most important values. Wat is waardevol werk? En hoe wordt dat bepaald? Wordt het niet tijd om veel preciezer te kijken naar welk werk extra waarde toevoegt aan onze maatschappij en welke banen waarde vernietigen? Economisch wetenschapper Elis Lawler onderzocht welke beroepen onze maatschappij het meest vooruit helpen en welk werk onze maatschappij op achterstand zet. We looked at investment bankers in the City of London just as an example, and just banking in the UK. And what we found was that for every pound a banker on average was paid, they destroyed £7 of value in terms of the cost to the public sector of the financial crisis and the loss of GDP. Advertising executives are also highly paid. And what is their value to society? So there was four elements that we looked at with advertising. We looked at overconsumption, so that's the things that we produce that we don't actually consume, and the environmental costs of those in terms of resource depletion and climate change. We looked at obesity, we looked at anxiety-related mental health problems, and indebtedness. Actually, what we found with advertising executives was that it was more socially damaging than banking even, and that for every pound they were paid, £11 of value was destroyed from the social environmental damage of the work that they do.
when you look at nursery workers, mm-hmm. everybody understands their importance, yeah. but you have also measured yeah. the added value to society. Yeah, so I mean, anyone who's looking after our children, we're going to think that's a really valuable job. And, you know, most people would say it's one of the most valuable jobs, but they're very badly paid. And we looked at the value to society of the benefits of universal childcare. So when we looked at some of the economic impacts of that in terms of people's, you know, future earnings and so on, that was quite substantial. Along with that, it enables people to work, and most notably, it enables women to work. What we found was for nursery workers that for every pound they're paid, they generate over £9 of value to society, just looking at those few indicators. So it was a really substantial return on what they're paid as well, and demonstrates that they're being undervalued in terms of the salary that they get. Werk dat iedereen het meest waardevol vindt, zorg voor onze kinderen, zorg voor onze ouders, wordt enorm slecht beloond. Hoe kan het dat ons huidige economische systeem zorgwerk zo onderwaardeert? When people try to explain the labor theory of value, especially Marxists, they tend to pick up whatever is nearest to them, and it's usually a cop. How much labor power goes into producing this cop? You know, where do they get the raw materials? They put it to a factory, they produce a cup. So you can talk about the degree of socially necessary labor time and so forth that went into that. Sure, but what they never point out is that you produce a cup once, you wash it like thousands of times. You know, most labor isn't about making stuff, it's actually about keeping it the same, it's about maintaining it. And we edit that caring element out of work. Ingewikkelde functies op het gebied van efficiëntie en productie belonen we enorm goed. Zo worden jonge werkers de kantoortuin ingelokt om de maatschappij nog efficiënter te maken. Waar ze erachter komen dat de kantoortuin zelf helemaal niet efficiënt is. Ja, als je dan hoort hoeveel tekorten er zijn op andere vlakken in onderwijs of in de zorg. En ik denk aan wat ik doe en wat ik mensen om me heen zie doen en hoe hun uren worden besteed. Dan ja. Blijkbaar kunnen deze organisaties het zich veroorloven om mij te betalen. En in de zorg of onderwijs kunnen ze dat niet, om extra mensen te betalen. Nou ja, betaal me dan rustig door. En in plaats van dat ik geen productiviteit toevoeg, dan voeg ik die ergens anders toe. Maartje werd bij een gemeente aangenomen als trainee. Ze wilde met haar werk graag bijdragen aan de leefbaarheid van de stad en kreeg bijna 2 jaar de tijd om hiervoor 3 verschillende projecten te doen. Alleen, de projecten waren er eigenlijk niet. En het enige project dat er wel was, had op voorhand al weinig kans van slagen. Het was weliswaar een pilot waarvan ik al wel dacht, in de evaluatie zal er besloten worden dat deze pilot geen vervolg krijgt. Of, dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met een gevoel van kleren van de keizer, van we doen alsof en als het zo is, als anderen zeggen dat het zo is of dat het zo gaat of zo hoort, ja, dan denk je, oh, oké, dan zal dat misschien wel. Waren de mensen tevreden over dit project waar je nu over vertelt? Of? Ja. En voel je jezelf toch nog wel nuttig dat je er aan bezig was? Nee, het was bezigheidstherapie. Maar dan had je dan die andere afdeling. Ja. En daar lag helemaal geen taak. Nee. Daar vond ik het. Daar liep het een beetje mis. Oh jee, we moeten dit meisje bezighouden. We moeten haar iets te doen geven. Van oh jee, we hebben hier een trainee gekregen. En dan zat ik achter mijn computer om wat afspraken te maken. En dan liepen er collega's langs op zoek naar een werkplek in de grote flexwerkruimtes. Waar tegenwoordig iedereen in werkt. En dan dacht ik, oh shit, en nou hou ik een plekje bezet om eigenlijk niks te doen voor iemand anders die misschien wel iets heel belangrijks heeft te doen. Je voelt je rot als je je nutteloos voelt. En als je het idee hebt dat je ook nog eens gewoon betaald krijgt, gewoon een normaal volledig starterssalaris, zonder daar iets voor te doen, dan voelt dat gewoon heel fout. En ja, je gaat nogal aan jezelf twijfelen. Dat je denkt van, hè, als iedereen om me heen werkt, en ik ben, het is de bedoeling dat ik dat ook doe. Tijdens mijn studie heb ik allerlei bijbaantjes gehad, al van jongs af aan, op de middelbare school.
In de horeca, in de supermarkt, in de thuiszorg, schoonmaken, in een theater. En in al die bijbaantjes voelde werken als werken. Dus in de bijbaantjes voelde dat je eigenlijk echter aan het werk was dan later in je echte werk? Ja, werk wat van een hogere, ja, wat hogere kwalificaties lijkt te vereisen. Dat ervaar ik nu toch wel een beetje als een deceptie. Dat er toch wel heel veel is waar je vraagtekens bij kan zetten van, is het nodig dat we dit met z'n allen doen, überhaupt? En dan kan ik mezelf wel eindeloos proberen te overtuigen van, nee, maar, want, je studie en dit is nodig en ik kan er mooie woorden aan geven. Maar ja, het zijn de kleren van de keizer. En je moet het kind zijn die zegt van, ja, maar hij heeft toch niks aan? Als niemand het zegt, dan blijf het met z'n allen geloven. There is not a single person on earth who does not have or could not have at least one idea you never would have thought of to make the world better. The problem is 99.9% of all those people are just told to shut up all day. Op het moment dat je wel redelijk kan bullshitten, maar ook inhoudelijk nog wel wat weet, dan kom je met heel veel dingen heel goed weg. Omdat mensen, dan, op het moment dat ze dat doorhebben, dan weten ze van, oké, hij is misschien nu al aan het bullshitten, maar hij weet wel meer dan dat ik weet. Dus op het moment dat ik hem erop aanspreek, dan ga ik de discussie niet winnen. En dat wil ik zelf ook niet, want dan valt misschien mijn eigen bullshit kaartenhuis in elkaar. Dus dat is daar eigenlijk een soort van corporate bullshit Mexican standoff, waar mensen elkaar onder schot houden. En je dus nog een extra reden hebt om vooral maar niet eerlijk te zijn over wat er gebeurt. In de kantoortuin kan je beter je mond houden. Anders hou je het niet lang vol en kom je niet hoger op. Toch zijn er banen waarin je juist betaald wordt om kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken. Maar wat gebeurt er als je erachter komt dat niemand zit te wachten op je kritische rapportage? Nou, kijk, zoals ik mijn functie als mensenrechtenmanager invulde, was dat inderdaad dat. Het op een hoger plan brengen van het mensenrechtenbeleid. Maar met insteek dat het natuurlijk uiteindelijke impact heeft op de mensen ergens op de grond. Wat gaat er dan mis? Nou, er is een verschil in inzicht, denk ik, in waarom je een mensenrechtenbeleid hebt. Heb je dat inderdaad om lokaal de mensenrechten te verbeteren? Of heb je dat meer voor de bühne of voor de buitenwereld? Of omdat het moet voor de investeerders? Of omdat het in het hele maatschappelijk verantwoord ondernemen, jargon en spel nuttig en belangrijk is? En wat was jouw indruk? Ik wilde graag dat er meer gebeurde op de grond voor de lokale mensen. En dat er inderdaad, dat we het uit gingen zoeken waar en hoeveel er nodig was. Ja. En kreeg je dat voor elkaar volgens je eigen maatstaven? Nee. In bedrijven gaat het vaak vrij simpel. Het begint met een missie en een visie. En die worden dan omgebouwd in doelstellingen. En daar komen dan verschillende processen aan te hangen. Nou, die processen kan zijn van we zetten een beleid op. Dat duurt al heel lang. Hè. Je mensenrechtenbeleid hebt ontwikkeld. Dat is geen kattenpis. Dan staat dat beleid en dan zeggen ze we gaan het nu implementeren. Dus dat betekent dat je trainingsmodules gaat opzetten, bijvoorbeeld online. Zodat alle medewerkers een training moeten volgen over mensenrechten gerelateerde zaken. Dan kan je dus inderdaad afvinken hoeveel mensen die training hebben gevolgd. Nou, en dan kan je ook nog een stukje due diligence doen. Dus dan ga je kijken, neem je een paar landen van hoe gaat het in die landen. En dan controleer je die landen op bepaalde aspecten van het beleid. En dan kan je ook nog stakeholder workshops gaan organiseren, waarbij je mensen uitnodigt om te praten over de onderwerpen. En eigenlijk zou je dan kunnen zeggen van nou, we zijn er. We hebben een mensenrechtenbeleid en een mensenrechtenprogramma. Ja, maar het gaat er dan, als ik je goed begrijp, gaat het met name ook dat de procedure er is, dan dat het ook daadwerkelijk zaken aan de kaak kunnen worden gesteld die vervolgens ook heel inhoudelijk worden behandeld.
In mijn ogen gaat het veel te veel over de procedure en veel te weinig over de zaken die besproken moeten worden, ja. Dacht je dan niet op een bepaald moment ook van, ja, wat is het eigenlijk voor bullshit? Oh, dat heb ik heel vaak gedacht. Ik heb heel vaak gedacht, wat is dit, wat zit het krom in elkaar? Hoe kan het allemaal zo lopen en hoe kan het allemaal zo eindeloos doorgaan? En ik denk wel te begrijpen hoe het is. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal vatbaar inderdaad voor geld en andere goedmakers. En voor sociale status. Dus het doet wat met je. En pas op het moment dat je lichaam zegt, omdat je rugklachten hebt of je hebt hoofdpijnen of je hebt andere problemen of een burn-out, dan gaan mensen pas nadenken en denken van, ja, ik moet hier helemaal niet willen zijn. Skin harder to breathe, turn smoke in your love. Can't be good for my sanity, can't be good for my lungs. Turn smoke in your love. Kappen met je bullshitbaan is moeilijk, maar niet onmogelijk. Jeroen van der Most was jarenlang werkzaam als marktonderzoeker. Hij stapte eruit om kunstenaar te worden. Dus wat wij met name deden was onderzoek naar van hoe krijg je nou betere reclamecampagnes. En waar ik dan wel mee werkte was bijvoorbeeld, ja, dan gingen we helemaal kijken. Ik kon dan met de instrumenten meten van hoe mensen keken naar advertenties. En wat voor advertenties zeg maar die blik het langste vasthielden. Maar daar ontstaat dan op een gegeven moment, als je daar lang in zit, op kantoor, dat je dat aan het doen bent, ontstaat er een soort van, ja, eigenlijk een soort vervreemding, zeg maar, een soort leegte ontstaat daar. In die sector waar ik destijds werkte, zou ik zeker niet zeggen dat die mensen bijvoorbeeld wegbezuinigd zouden kunnen worden in de zin van dat die mensen niks deden. Absoluut niet. Het was keihard werken juist. De bullshit van dat hele verhaal, van dat hele werk, die zit hem juist meer in dat datgene wat je doet, dat wordt zo abstract, je wordt onderdeel van een soort van proces, waardoor eigenlijk dat proces voor jou bullshit wordt en steeds verder af komt te staan van datgene van waar jij nou eigenlijk voor stond, initieel. Waarom je ooit begonnen bent aan werk, waar jouw passie zit. Zeg maar het kijken van een logo of het klikken op een advertentie vind ik een relatief klein iets, zeg maar, in het leven van de mens. In die zin zijn er natuurlijk grotere vraagstukken die de mens die de mens drijven, of die misschien op een hoger niveau interessanter zijn om je mee bezig te houden. Ja, dit is een werk dat bestaat uit allemaal stukken, elementen van oude meester, bekende oude meesterschilderijen. Maar dit werk is ook gegenereerd door artificiële intelligente computersystemen. En hoe werkt dat dan? Heel in het kort is zo'n computersysteem. Die laat je kijken naar duizenden foto's van vogels. En vervolgens gaat zo'n algoritme, zo'n AI-systeem, die gaat snappen van, ja, wat is nou ongeveer de kleur? Wat is de textuur en de vorm van een vogel? En die kan dan zelfstandig nieuwe vormen gaan creëren. En voor mij gaat dit schilderij erover van, waar ligt nou de grens nog tussen menselijke creaties en uiteindelijk creaties die gemaakt zijn door artificiële intelligentie? Je kunt ondergeschikt zijn in een kantoortuin aan een algoritme. Dus van dat mensen gaan heel erg in dienst van algoritmes werken, bijvoorbeeld in de financiële sector. Mensen voeren nog wat handelingen door die eigenlijk allemaal al bedacht worden door een soort van AI-achtige algoritmes. En waarin je eigenlijk een soort van overmand wordt door een bepaald, ja, eigenlijk technologisch systeem. Techniek die voortraast en jij zit daar een beetje middenin. Het gaat steeds sneller, die technologische ontwikkeling. Ja. We moeten steeds, het lijkt wel ook dat als je daarin zit, of je dan steeds harder moet werken. Ja. Terwijl als mens ben je ook weer steeds minder nodig. Ja, klopt. Dus probeer dat eens aan elkaar te knopen. In wat voor gekte zijn we dan terechtgekomen? Nou, dit is ook een systeem wat natuurlijk, ja, wat een soort van, uiteindelijk een soort van afgrond inglijdt, denk ik. Hoe kan het dat we in plaats van relaxter te worden op de werkvloer, dankzij robotisering en artificial intelligence, juist meer en meer gestrest raken? Dat heeft alles te maken met onze obsessie voor productiviteit.
Daardoor zien we over het hoofd dat het meeste werk weinig met productiviteit te maken heeft. We talk a lot about robots and digitization and how they create greater productivity, less need for workers. However, if it's anything having to do with taking care of other people, digitization has opposite effects. A lot of nurses say that at this point, 60-70% of their time is filling out forms. They can't actually take care of their patients. So to take these human things and translate them into something that a computer would even understand requires translation work, and only human beings can do that. Therefore, the human beings end up feeding the computers instead of actually helping each other, and efficiency goes down. We are measuring things that shouldn't be measured, and by doing so, we're creating these endless accretion of nonsense, which essentially enslaves us. We have nursing strikes all over the world. In New Zealand, they actually said outright, we're striking in part for less paperwork. We want to be able to take care of our patients, but also because we haven't got a raise, because all the money goes to hire more administrators. Kunnen we een einde maken aan de bullshitbaan? Veel mensen die eraan vastzitten, moeten er niet aan denken. Er is namelijk nog één ding dat erger is dan een onzinbaan. Geen baan. Maybe Graeber is right, but still then we need the bullshit jobs, because if they don't have this bullshit job, they will really kill themselves and feel even more miserable. Well, right. And that's an important point to address. Now, I'm an anthropologist. I know that there are plenty of societies where people work maximum 2 or 3 hours a day. In fact, very few human societies have people work nearly as much as they work now. In our own society. But it is a fact that when unemployment is high, people kill themselves. It's right, really but epidemic. That's because we live in a society which is where communal ties have been destroyed. It's when they live in isolation and when they live in a society where everybody else is working and you are made to feel if you're not working, you're a failure as a human being, so you're afraid to even talk to other people about your situation. Hoe kan iemand er werk van maken om een einde te maken aan het bullshitwerk? Eerst teruggaan naar jezelf. Bedenken van, ja, waar sta je nou voor? Waarom doe je nou dingen? Daarover nadenken. Bedenken of dat past bij je werk. Bedenken of je aanpassingen kan creëren in je werk om daar dichterbij te komen. Ja. Maar heel veel mensen die zullen zeggen, het klinkt zo soft, hier kan ik helemaal niks mee. Met dat soort goeroepraat. Ik denk dat absoluut niet soft is. Ja, hoe weet je dat? Omdat ik dat zelf ervaren heb, van hoe moeilijk dat is om dat te doen. Dat is breken met alle kaders ook. Dus dat is breken met zekerheid van inkomen misschien wel. Dat is breken met een sociale kring om je heen. Dat is breken met het verleden. I think people are coming around to the understanding that this system we have doesn't make any sense. This is not a system which is going to cause our children to be doing better than us. It's not a system which creates political stability. The only real justification we have left is either moral, if you don't pay your debts, if you don't work harder than you want to be working, you're a bad person, or alternately, sheer hopelessness, like there's nothing we can do, anything else will be even worse, despair, essentially. And we need to realize that the world is largely what we make of it. There's no reason we have to live like this. I mean, we have a fear of freedom, and it affects the way we treat each other, it affects every aspect of how we think. Freedom is ecologically sustainable in a way that production is not. Why don't we work to make ourselves more free and take care of each other to make ourselves more free and reimagine what that would mean and see our material provisioning as simply a way of facilitating that process of care and freedom rather than being the end in itself. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel, and we'll keep you updated on our documentaries.